Ik heb echt in een wachtstand gezeten met dat die ander mij dat allemaal wel zou geven. Of op wat voor manier dan ook. En wat facet van je leven dan ook. Je staat gewoon in de pauze. Ja, absoluut. In de wachtende staat staan betekent dat je helemaal niks ontvangt. Als je niet verbonden bent met je eigen verlangens, of als je die verlangens te makkelijk opzij zet en genoegen neemt met de broodkruimels, als je nog niet helemaal de energie kan opbrengen en niet helemaal durft om aan te geven wat je fijn vindt, dan blijven mensen guessen, dan blijven mensen gewoon raden. En nou ja, niemand is telepathisch. En blijven mensen hopen dat ze iets krijgen. En dat is het spanningsveld van hoe creëren die verbinding. Je creëert verbinding, intimiteit met de ander als je helemaal durft en helemaal vrijheid voelt om uit te spreken wat voor jou fijn is. Wat maakt jou gelukkig. Ja, dat je je woord durft te zeggen. Ja, en dat is de communicatie die 100% inderdaad resoneert met wat maakt jou blij. Ja. En het is ook oké om te zeggen wat je niet blij maakt. Ja, en wees zijn echt de eerste vertrekpunt. Ja, ik eer je ja's. Ja. Yes to it. Ja. Ja, dat wil ik graag. En dat maakt mij ontzettend blij. En dit en dat zou mij heel erg raken als man en vrouw. Hoe vaak durven we dat niet uit te spreken?